Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Het is vrijdag de 14e, het is Valentijn, dus fijne Valentijn aan iedereen. Ik ga weer trekken naar mijn zoon Charlotte, want ik ga een peeling laten doen. Ik heb nu alleen een beetje mascara op. En zo ziet mijn huid eruit. Best goed. Hier had ik een pukkeltje, een beetje rood. En hier een beetje rood. Maar voor de rest best oké. Maar ik kijk wel uit naar de peeling, want dan gaat mijn huid er gewoon 10 keer beter uitzien. Aangekomen bij het mooie Maison Charlotte. Oké, ik lig klaar voor mijn peeling onder de sterrenhemel. Zalig onder het dekentje. Lekker warm. Oh, ik kijk er naar uit. Dat is zo'n fijn gevoel gewoon. Zo'n peeling en een gezichtsbehandeling. En de peeling zit erop. Wauw, glowy. Oh, en zo gezond gewoon, hè? Yes. Dat is echt niet normaal. Ready for Valentine, hè? Ja, echt waar. Klaar voor Valentijnsavond, hè? Woehoe. Tot naar Niels. Dank je. Ik ben terug thuis van mijn peeling bij mezelf Charlotte. Dit is hoe mijn huid er nu uitziet. Kijk goed. Oh, ik ben zo blij. Het voelt altijd zo zalig. Zo goed aan uw huid gewoon. Dat is echt fijn. Ik ga nu, ik denk, 2 toastjes met peanut butter maken. En dan ga ik dit body workouten. Ik ga vandaag gewoon cardio dag doen. Dus ik ga proberen een uurtje op de loopband. Niet te lopen, weliswaar, maar wandelen een uurtje. En daarna ga ik terug naar hier komen. En dan ga ik wat werken. Voilà, quick little snack voor ik naar de fitness vertrek. Ja, wilt jij ook weer? Jij wilt alles wat ik heb. Hè? Ik heb nog een Valentijnsfoto gemaakt. En ik ben nu mijn Monster aan het drinken. Ik ga even de muziek afzetten. Trouwens, Justin Bieber zijn nieuw album is uit vandaag. En I like it. Mijn favoriet liedje tot nu toe is... Ik ga het je zeggen, hè. Intentions. Met Quavo. Dat is, allez, stop. Momenteel mijn favoriet van de CD, maar ik heb nog niet alles te goed geluisterd. Ik ga nu naar de fitness. Ik zal even mijn outfit laten zien. Want het is nog niet compleet, maar mijn legging is dezelfde die ik gisteren aan had van Gymshark. De Seamless. Dan heb ik een zwart crop t-shirt aan, wat hier van voren zo kruist. En dat is van de H&M. Ik denk dat mijn sport-BH ook dezelfde is als gisteren. Yep, die is van Victoria. Ah nee, gisteren had ik geen sport-BH aan, denk ik. Gewoon een t-shirt en een BH. Deze is witte van Victoria's Secret Pink. Wel van vorig jaar. En dan ga ik nog een trui aandoen van Black & Gold. Dit is de trui die ik aandoe van Black & Gold. Zo'n zwart crop hoodieke ook. Er zijn zo allemaal... Totskapjes op, super cute. Met een kap. I love hoodies, hè. Oké, let's go to the gym. Ik zie jullie zelfs. Ik ben ondertussen terug van de fitness. Ik heb 50 minuten cardio gedaan. En toen was ik het beu. Dus dan ben ik gestopt. Ik ben ook nog even langs de Action gegaan. Voor een zakje. Dus een beetje vrouwelijk, maar er was niet echt iets anders. Want het is Valentijn vandaag en ik heb iets klein voor Niels gekocht. Ik heb zijn parfum gekocht omdat ik weet dat dat op was. Dus dan kan hij sowieso gebruiken. Dat ga ik hierin doen. En dan ga ik dat opvullen met Maltesers. Want dat zijn zijn lievelings chocolade snoepjes. En ik heb ook nog een kaartje. Dat ga ik er ook bij doen. Vond ik wel cute.
zit dus zo'n ballon bij die kaart. Dat is een heel raar systeem. Ik weet niet of jullie dat horen. Ik snap er niks van. Ik moest daarop duwen. Dan goed schudden. En dan blaast die ballon zijn eigen dus op. Dus dat is wel gek. Dat is een kusje. Cute. Maar dat blijft niet. Dat blijft niet goed toe, hè, dit ding. Oké, dat is beter. Ha, schattig, hè? Kijk, ik ga hier Sarah iets inschrijven. Tijd voor een badje. Dat is mijn setup. En voor de. Voor de mensen die gaan vragen waarom ik zo'n opstapje heb. Mijn toilet hangt echt heel hoog en ik raak niet eens met mijn voeten aan de grond als ik op het toilet zit. Dus soms is zo'n opstapje handig om mijn voeten op te zetten, anders ga ik niet slapen. We zijn ondertussen de volgende dag. Ik ben met schapen Celine. We zijn bij Pastel Beauty Bar bij Rani. En we gaan onze nagels laten doen. Dit zijn mijn nagels nu. Ik had zo, hoe noem je dat? Lila, hè? Lila. Maar ik vond het wel heel mooi. Ik had schrik dat ik het beu ging worden, maar helemaal niet eigenlijk. En ik denk dat ik deze keer voor of licht roze of nude ga gaan. Ik ga nog aan twijfelen. Dit zijn de nagels after. Kijk mooi, zo'n rozig pastelkleurtje. Celine is bezig en heeft zo'n nude kleurtje. Oké, mooie girl. Die ga ik volgende keer pakken, denk ik. Ik ben ondertussen terug thuis. Het is... Hoe laat is het eigenlijk? Geen flauw idee. Ik ga eens kijken. Ah, het is bijna 9 uur. Het is 9:05. Ik was nog bij mijn ouders gaan eten. En nu ga ik monteren. En... Oh, in de zeteltje. Zalig. Ik heb net nog de afwas gedaan, want het was best wel veel. Als iemand tips heeft om uw afwas sneller te doen, let me know. Ik doe dat altijd zo als ik gegeten heb. En dan denk ik, oké, ik ga nu afwassen. En dan was ik dat af. En dan 's ochtends bijvoorbeeld, de volgende ochtend, dan denk ik, oei, ik moet me haasten, ik moet door. En dan laat ik dat liggen. En dan 's middags denk ik weer, oh, nu moet ik naar die afspraak. Dus dan laat ik dat weer liggen. En dan 's avonds heb ik daar geen goesting meer in. En dan 4 dagen later heb ik een hele berg en dan moet ik het doen. Dus nu ben ik er echt... Ja, bijna 3 kwartier mee bezig geweest met alles af te wassen en af te drogen. Dus als jullie tips hebben, let me know. Ik ga hier de vlog ook afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Vond jij het leuk, Milk? Hè? Vond jij, Muf? Doe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer.